Daarna ben ik nog naar de Happy Italy geweest om het nieuwe vegan menu uit te proberen. Ik ben dus op dit moment heel erg aan het twijfelen of ik een tijdje ga stoppen met weekvloggen. Ik ben helemaal, maar dan ook echt helemaal verslaafd aan het huis Anubis. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben zoals je ziet weer in Tilburg, samen met mama, die zit op de bank. Ik ben alweer helemaal afgeleid. Oké, nou, we zijn dus even voor 3 dagen in Tilburg, want ik moet gaan repeteren voor een eindvoorstelling waar ik aan meedoe. Eindexamen bedoel ik, sorry. En ja, daarom zijn we hier en we hebben gelijk het meeste van mijn spullen ook weer hierheen gebracht, zodat ik dat volgende week allemaal niet mee hoef te sjouwen. Goed, ik heb vandaag dus even een beetje geshopt bij Casa. Dat is een interieurwinkel die onder andere hier in Tilburg zit. Volgens mij op meer plekken in Nederland. Hier is het tasje. Ja, ik heb allemaal dingen gekocht die ik eigenlijk natuurlijk niet echt nodig had. Maar wel heel leuk. Dus ja. Het eerste wat ik heb is dit superleuke kaarsjeshoudertje. Ja, ik vond deze gewoon heel leuk. En ik wil meer accessoires in mijn kamer. Want ja, het is een beetje een ongeregeld zootje. Ik moet dat gewoon een beetje op orde krijgen. Dus, nou ja, ik vond deze in ieder geval heel leuk. En die vind ik gewoon heel mooi passen bij mijn zwarte kast. Ik vond hem gewoon leuk. Dus dat. En deze was 5 euro. Dan heb ik dit leuke ding van mama gekregen. Het is een glazen fles. En ja, gewoon lekker voor in huis. Dus top. En dan heb ik dit kleine zwarte krukje gekocht. Lijkt me leuk om een plant op te zetten. En hij was in de korting, want hij was 50% korting. Hij was 10 euro, nu 5. Dat is altijd mooi meegenomen. Dan heb ik een nieuwe thermofles gekocht. Deze is om mee te nemen naar school, zodat ik mijn eigen koffie mee kan nemen. Want bij mij op school hebben ze geen cappuccino's met havermelk, vind ik het wat. Wat natuurlijk logisch is. Maar ik drink geen gewone melk meer, dus het is handig als ik het zelf kan maken en mee kan nemen naar school. Dus daar heb ik deze voor gekocht. En deze was 15 euro. En dit is van dit merkje. Beans and More. Dan heb ik een nieuwe kom gekocht. En dat is deze. En dit is een wat groter bakje dan die ik normaal gebruik. En deze wil ik gebruiken voor mijn havermout en mijn yoghurt. Want dat lijkt me gewoon chiller om een beetje een groter bakje te hebben. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. En deze was 4,50. Dan heb ik nog dit leuke potje gekocht. Hier wil ik ook graag een plantje in doen of iets. En ik vond deze heel erg mooi. En deze was nu ook in de korting. Hij was 13 euro en nu 4 euro. Dus dat is leuk. En dan als laatste heb ik een saladebakje gekocht. Want dat is handig. En dit is van het merk Systema. I don't know. Maar ja, deze vond ik heel fijn. Niet zo heel groot. Dat vind ik heel fijn. Mes en een vork bij. En een bakje om je dressing in te doen. En wat ik ook heel handig vond, is dat het 2 lagen heeft. Dus je kan hier ook je groenten apart bewaren. Voor als je niet wil dat het de hele dag, zeg maar, er doorheen zit. Ik vind dat persoonlijk heel fijn. Dus very blij mee. En dat was alles wat ik had gekocht. Dus Pamela is weer in Tilburg en Pamela vlogt weer niet. Heel slecht. Het spijt me echt heel erg. Ik heb vandaag gerepeteerd voor eindexamen tot 2 uur of zo. En daarna zijn we naar een strandje geweest en hebben we daar gelegen. Wat echt super chill was. En daarna ben ik nog naar de Happy Italy geweest om het nieuwe vegan menu uit te proberen. Dat zal ik even vertellen. De Happy Italy heeft dus nu, ja, sommige mensen zeggen tijdelijk, is niet 100% zeker. Ze zijn het in ieder geval wel aan het uitproberen nu. Ze hebben nu een heel groot vega/vegan menu. Ik zal eventjes een plaatje in beeld voegen. Ja, ze hebben dus nu allemaal vegan en vega opties. En dat vind ik echt ontzettend goed. Ik had vandaag de pizza vegan fungi genomen. Fungi, ik weet nooit hoe het uitspreekt, maar maakt niet uit. En het was echt heel lekker. Ik was een beetje bang dat ik het niet zo lekker zou vinden, omdat sommige vegan kaas vind ik echt niet lekker. Maar ja, ik kon dit wel waarderen. Dus ja, dat hebben we gedaan. Ik heb er alleen dus niks van gefilmd. Wat een beetje stom is, want dat had ik wel kunnen doen. Ja, morgen moet ik dan ook nog repeteren. En dan ga ik morgenmiddag weer naar huis. Dus helemaal leuk. Ja.
Goedenavond, het is vandaag woensdag en ik ben inmiddels weer thuis bij mama. Dat zie je altijd zo leuk aan dit ding, hè? Dan weet je gewoon dat ik weer in mijn oude kamer ben. Ja, ik ben weer lekker terug. Het was heel leuk deze 2,5 dag in Tilburg. Ja, ik heb dus vooral gerepeteerd. Vandaar ook dat ik echt bijna niks heb gevlogd, want ik ben gewoon overdag weg geweest. Ja, het was echt super leuk. En nu ben ik dus weer thuis. En ik ben helemaal, maar dan ook echt helemaal verslaafd aan het huis in Nobis. Vanaf 1 augustus staat dat dus op Videoland. En ik ben helemaal verslaafd. Ik ben nu bij aflevering 22. Er zijn iets van 300 afleveringen volgens mij. Ik weet niet hoeveel. Dus ik ben er nog lang niet. Maar ik kan me hier zo mee vermaken. Ik kan ook niet stoppen met kijken. En elke aflevering duurt maar 10 minuten. Dus dat is gewoon fucking chill. Ja, ik ben gewoon helemaal verslaafd. Dus ik ga nu weer verder kijken. Kijken jullie vroeger ook altijd Huis in Nobis? Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik was dus... Ik heb het idee dat ik vroeger niet vanaf het begin heb gevolgd. Ik kan me dat namelijk niet echt meer herinneren. Ik heb het idee dat ik pas later ben gaan kijken. Toen ik ongeveer 9 of 10 was. En toen heb ik op een gegeven moment ook de dvd-boxen van het Huis in Nobis in huis gehad. En toen, ik weet nog wel dat als ik bijvoorbeeld ziek was of zo, of een dagje thuis van school, dat ik altijd Huis in Nobis ging kijken. Dus mijn jeugd, het is wel gewoon echt mijn jeugd. Dus ik heb dit eerste seizoen ook echt al best wel vaak gezien. En dan juist hoe verder je komt, hoe minder ik me ervan kan herinneren. Omdat ik het idee heb dat ik het toen gewoon niet heel consequent heb gekeken. Dus ja, het is wel echt mijn doel om het Huis in Nobis nu helemaal af te kijken. En om een keertje eindelijk weer het hele verhaal op orde te hebben in mijn hoofd. En echt, ik klink nu zo kinderachtig, maar ik vind het oprecht zo leuk. Ik denk dat dat gewoon komt omdat het gewoon mijn jeugd is. En ja, het was gewoon een serie die ik altijd heel graag keek. En ik vond de films ook altijd echt helemaal geweldig. Dus het brengt gewoon heel veel herinneringen op. En daardoor vind ik het gewoon super leuk om te kijken. Dus ja, ik schaam me er niet eens voor. Ik weet zeker dat heel veel van jullie dat nu ook aan het doen zijn. Of nu gaan doen, nu ik het heb gezegd. Dus ja. Nou mensen, ik zit er weer hoor. Ik ben weer lekker op het strand. Ik ben niet weg te slaan hier. Nee, grapje. Ik ben met Kim. In Egmond aan zee. Ja. Yeah. Nou, we zijn lekker op het strand. We zitten lekker midden in de hittegolf van een week. Dus waarschijnlijk zie je me echt elke dag op het strand nu. Maar je hoeft dus niet klagen. Oei. En nu gaan we even naar de zee. Ja. Ik neem de vlogcamera mee. Dan kan ik alleen niet zwemmen. Nou, toch niet mee, want we willen zwemmen. Dat gaat niet goed met de camera. Nee, straks misschien. Misschien straks, ja? Oké, doei. Naar rechts. Daar zitten ze. Het zwaaien naar de parents. De parents. En ontrafel dicht geschiedenis. Van het huis Anubis. Ja hoor, de verslaving zet voort. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag voor de derde dag naar het strand. Hallo, hier ben ik dan eindelijk weer op de vlog. Ik heb mijn bikini nog aan. Ja, ik ben dus, het is vandaag zondag en ik ben deze week 4 dagen achter elkaar naar het strand geweest. Ik ben belachelijk bruin geworden zoals je kan zien. Ik ben denk ik echt nog nooit zo bruin geweest als dit. Terwijl vorig jaar was ik naar Turkije. Nou, toen was ik echt niet zo bruin als dit hoor. Dat is echt niet normaal. Dus ja, ik schrik ook elke keer als ik mezelf zie. Maar goed, ik ben dus 4 dagen op het strand geweest. En dat was echt heerlijk. Ik heb echt niks gevlogd op het strand. Maar ja, wat moet je ook vloggen op het strand? Ik lig op mijn bedje, ik zwem, ik drink en ik eet. En meer doe ik niet. Dus om dat nou 4 dagen te vloggen. Maar goed, ik heb dus heel veel op het strand gelegen. En ik heb dus ook even nagedacht. En ik ben dus op dit moment heel erg aan het twijfelen of ik een tijdje ga stoppen met weekvloggen. Ik ben er nog niet 100% over uit. Ik denk dat ik sowieso hierna eventjes een weekvlogpauze neem. Het ding is, ik ging gewoon op het strand een beetje nadenken over mijn content. En ik heb laatst al op Instagram het over gehad dat ik volgers aan het verliezen ben en dat soort dingen. Toen ging ik er even over nadenken. Toen dacht ik, dit is ook niet meer hoe ik het wil. Ik vind mijn content saai. Ik vind dat ik veel meer van mezelf kan laten zien. En mijn weekvlogs vind ik super leuk om te maken en om te filmen. Maar ik wil ook meer doen dan alleen weekvlogs. Alleen heb ik de tijd niet en de energie niet om
en te weekvloggen en nog andere video's te maken. En ik denk dat het gewoon goed is als ik heel eventjes een weekvlogpauze neem. Dat ik dan gewoon even ga ontdekken of ik het dan heel erg ga missen. Of dat ik meer de behoefte heb om ander soort video's te maken. En om weer wat creatiever te gaan denken. In plaats van heel saai in de weekvlogs blijven hangen. Dus ik zit er heel erg aan te denken om dat dus te gaan doen. Want ik vind gewoon niet meer dat ik de kwaliteit content bied die ik voorheen voor jullie heb gemaakt. En daar baal ik van. En op deze manier vind ik het ook niet meer leuk. En dat moet niet zo gaan. En ik wilde nog wat zeggen. Ja, ik ga dus over 2 weken. Over 2 weken begint school weer. En ja, dan ga ik dus aan de eindvoorstelling werken. Wat betekent dat ik elke dag van 10 tot 6 aan het repeteren ben. Dan weet ik nu al dat weekvloggen sowieso niet gaat worden. Dus misschien dat ik in die periode sowieso geen weekvlogs meer wil maken. En dat ik dat dan daarna misschien weer ga oppakken. Want ik vind het super leuk nogmaals om weekvlogs te maken. Vooral omdat ik het ook leuk vind voor mezelf om het allemaal terug te kijken. Dus dit is absoluut niet dat ik dit forever niet meer ga doen. Maar ik wil mezelf wat meer gaan uitdagen om wat creatiever te gaan denken in het filmen van video's. En ik denk dat het daarvoor goed is om gewoon eventjes echt een pauze te nemen. En om te kijken of ik dan andere content kan bieden. Wat ook heel lastig wordt, want ik heb het gewoon druk met school. Zoals altijd. Nu niet, maar wel straks weer. En nu ben ik gewoon vakantie aan het houden. Dat zijn allemaal een beetje mijn hersenspinsels. Dus ik denk wel dat ik hierna even een vlogpauze ga nemen. Het kan best zo zijn dat ik misschien nog 1 week vlog hierna ga plaatsen. Maar dat moeten we nog maar even zien. Dus ja, dit wilde ik heel even melden. Nu ga ik douchen. Oh, trouwens. Ik wil jullie wel echt... echt met heel mijn hart vragen om niet te deabonneren op mij. Hoe zeg je dat? Om je abonnement bij mij op te zeggen. Want ik wil content blijven maken. Ik wil nooit stoppen met YouTube. Want ik hou van YouTube en ik hou van video's filmen. En ik hou ervan om mijn leven met jullie te delen. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie wel geabonneerd willen blijven. Want I'm coming back. Ik ga niet zomaar mijn YouTube kanaal stoppen. Dat gaat er echt niet in zitten. Dus blijf vooral geabonneerd. En dan hoop ik dat ik gewoon snel terug kan komen met fijne content. Waar ik zelf ook trots op ben. Hier even Pamela vanuit een paar dagen later. Want ik heb de vlog nog niet officieel afgesloten. Sorry trouwens dat jullie de waaier waarschijnlijk horen. Maar ik zit er nog steeds midden in de hittegolf. Het is bloedheet hier. Maar goed, ik wilde deze vlog nog wel even goed afsluiten. Ik heb dus inderdaad even besloten om een weekvlogpauze te gaan nemen. Ik weet niet van hoe lang, want het kan best zo zijn dat ik over een week of zo denk van... oh, ik wil eigenlijk wel weer weekvloggen en dan kom ik gewoon weer terug. Maar ik ga het gewoon aankijken. Ik ga jullie ook verder niks beloven. Het enige wat ik jullie kan beloven is dat ik niet zal stoppen met YouTube en dat ik zeker weten terug ga komen... ik weet nog niet met wat voor soort video's. Misschien zijn het weer de weekvlogs. Misschien een hele andere soort video's. Dat ga ik allemaal merken. Ik wil even niet te veel druk op mezelf plaatsen op dit moment. Ik wil gewoon eventjes kijken hoe ik me erbij ga voelen. En ik hoop ontzettend dat jullie dat kunnen respecteren. Maar ja, jullie zijn altijd super lief. Dus ik denk dat het helemaal goed komt. Ik hoop in ieder geval dat jullie gewoon lekker geabonneerd op mij blijven. Want ik kom zeker weten terug op YouTube. En... hopelijk zo snel mogelijk ook. Dus blijf vooral geabonneerd. En volg me natuurlijk ook op Instagram. Want daar blijf ik ook altijd actief. Dat is Pamela Kroes. Heel makkelijk. Zou ik heel leuk vinden als jullie me daar ook op gaan volgen. Want ik ben daar ook veel mee bezig. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Hopelijk tot snel. En ja, like, abonneer. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!